Bijna niemand weet het, maar er zijn nieuwe vuurwerkregels. Vuurwerk afsteken mag pas vanaf 6 uur 's avonds op Oudejaarsdag. Ik ga gewoon met mijn buren om 10 uur. Maar als de politie komt, dan ga ik wel gewoon rennen. En bijna alle gemeenten zeggen dat ze niet gaan controleren. Verder in het nieuws vandaag. Orkaan raast over de Filipijnen. Veel schade, maar het dodental blijft beperkt. En wordt de vrije artsenkeuze afgeschaft? Goedenavond. Vuurwerk afsteken. Dit dus. Dat mag komende oudejaarsdag pas vanaf 6 uur 's avonds in plaats van 10 uur 's ochtends. Bedoeld om vuurwerkoverlast van vooral jongeren tegen te gaan. Maar 3/4 van de gemeenten vertelde aan de NOS niet van plan te zijn om extra mensen in te zetten om dat te gaan controleren. Ze zeggen dat ze hun agenten nodig hebben in de oudejaarsnacht. Terwijl minister Opstelten ervan uitgaat dat ze juist ook overdag controleren. De minister heeft met alle respect op dit moment, op dit punt, niks te verlangen van de gemeenten. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de openbare orde in de nieuwjaarsnacht. En die nemen hun verantwoordelijkheid met de beschikbare capaciteit die er is. Zowel van de politie als van de gemeentelijke toezichthouders. Als de minister wat meer toeschietelijk was geweest in de financiering van de toezichthouders, hadden we er mogelijk meer kunnen brengen. Veel jongeren blijken nog helemaal niks te weten van die nieuwe afsteektijden. En dus zijn ze bij HALT, waar ze zich bezighouden met het voorkomen van jeugdcriminaliteit, drukdoende met voorlichting op 1000 scholen om jongeren te vertellen over die nieuwe vuurwerkregels. Een strijker heb je in allerlei soorten en maten, maar degene die jullie op de foto zagen, dat is in principe een beetje het minst erge illegale vuurwerk. Maar minst erg, als dat in je hand knalt, betekent dat je geluk mag hebben als je nog vingers overhoudt. Ondanks de onheilsverhalen van HALT kunnen vooral de jongens van de eerste klas van het Andreas College in Katwijk niet wachten tot ze weer mogen. Ik wil wel lekker knallen de hele dag. Ik ga gewoon vanaf 's ochtends afsteken. De nieuwe afsteektijden zijn hier in de klas nog niet echt doorgedrongen. Weet jij nou wanneer je vuurwerk mag afsteken? Op 31 december. Vanaf? 10 uur volgens mij. Weet ik niet. Nee, ik vind dat heel weinig jongeren het weten. En daarom besteden wij er ook specifiek aandacht aan tijdens de voorlichting, om er meer bekendheid aan te geven. Want het is denk ik pas echt lullig als je een regel overtreedt als je niet weet dat je een regel overtreedt. Hey, met oud en nieuw, daar moeten jullie ook rekening mee houden, zijn er ontzettend veel politieagenten op de been. Veel van de leerlingen van het Andreas College waar we net waren, zullen deze jaarwisseling hier in het centrum van Katwijk te vinden zijn. En vorig jaar was hier een schadepost van 78.000 euro. Vooral dit soort prullenbakken moesten het ontgelden. Op het gemeentehuis zijn ze blij met de nieuwe afsteektijden. Ze gaan ook controleren of mensen zich er wel aan houden. Maar extra mankracht wordt er niet voor ingezet. En dat betekent dat de mensen die toch op straat zijn en die daar controleren, of dat nou parkeerwachters zijn of het zijn mensen die rond milieu bezig zijn, noem maar op, dat die ook dit punt kunnen meenemen. Ik denk dat we langzaam maar zeker in een richting gaan waarbij er meer beperkingen komen bij het afsteken van vuurwerk. En dat is de richting die de samenleving wil, die de politiek ook wil en die de meeste gemeenten ook willen. Maar wie daar waarschijnlijk niet op zitten te wachten zijn deze leerlingen. Ze vinden het allemaal maar oneerlijk. Ga je eraan houden? Nee. Ik zie wel. Ik ga gewoon met mijn buren om 10 uur. Maar als de politie komt, dan ga ik wel gewoon rennen. Nou jongens, gelukkig nieuwjaar alvast, hè? Ja. Ja, er wordt meer gedaan om overlast van vuurwerk tegen te gaan. Zo hebben 33 gemeenten op Oudejaarsdag zogenoemde vuurwerkvrije zones. 1 miljoen mensen op de vlucht en een enorme ravage. Orkaan Hagupit raast over de Filipijnen. In vergelijking met de vorige orkaan, Haiyan, lijkt er deze keer vooral sprake van materiële schade. Dat komt vooral doordat er deze keer op tijd is gewaarschuwd. Tot nu toe zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Het signaal om naar de schuilplaats te vertrekken. Door orkaan Haiyan zitten bewoners van Tacloban nog vers in het geheugen. Iets meer dan een jaar geleden kwamen in dit gebied zo'n 7000 mensen om. Hun huizen waren amper hersteld en nu weer compleet ingestort. Thelma Acuna woont in een soort tijdelijke tent. Maar de storm en het water hebben haar weer dakloos gemaakt. De orkaan is nog maar nauwelijks uitgeraasd en bewoners zijn nu alweer bezig met het zoveelste herstel.
Miljoenen mensen zitten zonder stroom en sommige regio's zijn volledig afgesloten van de buitenwereld. Hierdoor kan de hulpverlening nog niet overal bijkomen. De gevolgen van deze orkaan zijn pas goed te overzien als alle getroffen gebieden bereikt zijn. Toch lijkt vooralsnog de schade voornamelijk materieel. Dat komt omdat er dit keer tijdig is gewaarschuwd. Veel inwoners in de kustregio konden daardoor op tijd vluchten en worden opgevangen in scholen en kerken. Sommigen beginnen zelfs een beetje aan hun lot te wennen. Hagupit lijkt in kracht nu iets te zijn afgenomen, maar het is nog niet voorbij. Morgen bereikt de orkaan de regio van de hoofdstad Manila. De regen en mogelijke aardverschuivingen lijken nu de grootste vijanden en kunnen dit nauwelijks herstelde gebied nog veel schade toebrengen. Hier in Nederland worden het spannende dagen voor de zorg. Morgen praat de Eerste Kamer over artikel 13 van de zorgverzekeringswet. Minister Schippers wil dat artikel afschaffen en de Tweede Kamer is het daarmee eens. Maar volgens tegenstanders wordt dan ook de vrije artsenkeuze afgeschaft. Bij de wetswijziging gaat het om ziekenhuizen en specialisten. Wie een dure basisverzekering heeft, kan overal terecht en na aftrek van eigen risico wordt alles vergoed. Bij goedkope verzekeringen maakt de verzekeringsmaatschappij een selectie. Behandelingen en behandelaars die daar buiten vallen zijn niet gedekt. Maar als de patiënt daar desondanks heen gaat, is de verzekeraar nu nog verplicht om toch 75% te vergoeden. Daardoor kunnen patiënten zich evengoed een flinke keuzevrijheid permitteren. Volgens tegenstanders van de wetswijziging moet dat zo blijven. Ik heb een patiënt die stuur ik voor hetzelfde geval, stuur ik die soms naar dokter A en soms naar dokter B, omdat patiënten verschillend zijn. En als een patiënt vertrouwen heeft in een dokter, dat is ongeveer de basis van de behandeling. De praktijkhoudende huisartsen zullen een petitie tegen de wijziging aanbieden. Er is letterlijk honderdduizenden keren voor getekend. Maar de grootste artsen- en patiëntenorganisaties doen er niet aan mee. Zij wachten het effect af. Op het eerste gezicht lijkt het effect nogal mee te vallen, want van alle geleverde zorg in Nederland is maar minder dan 1% onverzekerd. Maar de tegenstanders vrezen dat als die kosten straks echt niet meer vergoed hoeven te worden, de verzekeringsmaatschappijen zullen proberen steeds meer behandelingen en behandelaars uit de basispakketten te halen. En dan worden ze voor veel mensen misschien toch moeilijk bereikbaar. Dat is aan de wetgever. Dat is aan de politiek om te bepalen. Worden de mogelijkheden verder vergroot of verkleind? Dat zal ook afhankelijk zijn van hoe de samenleving erop gaat reageren. De verzekering zou solidair moeten zijn. En als je een armengroep krijgt die ja, alleen maar beperkt is en een rijke groep die zegt van nou, ik kan overal terecht. Dat lijkt me niet juist. Voor een paar euro meer per jaar hou je de volledige keuze. En ja, je ziet gewoon, de samenleving is een beetje veranderd. Mensen willen verschillende keuzemogelijkheden. Dus ook de mogelijkheid van goedkoper, maar minder. En dan maar hopen dat je nooit een arts nodig hebt die niet in je polis zit. Morgen en overmorgen is het debat in de Eerste Kamer. Pikant detail. Roger van Bokstel, die u net zag, is daar ook bij. Want hij is niet alleen bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Mensis. Hij is ook lid van de Eerste Kamer voor D66. Alhoewel die daar niet de zorgspecialist is. Het treinverkeer tussen Nederland en België heeft morgen grote problemen. Zo rijdt de Thalys bijvoorbeeld niet. Dat is een gevolg van de derde stakingsdag van de Belgische vakbonden. Zal vooral Brussel treffen. Nationale luchthaven Zaventem heeft al een kwart van alle vluchten geannuleerd. De bonden protesteren tegen de bezuinigingsplannen van het Belgisch kabinet. Dat wil onder meer de pensioenleeftijd verhogen naar 67 jaar. Ouders die naast de kinderbijslag een te hoge toeslag hebben gekregen voor hun kind, hoeven dat niet in alle gevallen terug te betalen. De Belastingdienst gaat de terugvordering van het kindgebonden budget bij 40.000 gezinnen stopzetten. Nationale Ombudsman zei dat vanavond op Radio 1 in het programma Reporter Radio. Volgens de ombudsman zijn veel gezinnen in grote financiële problemen gekomen. Een KLM-toestel is onderweg naar Sint Maarten om honderden gestrande reizigers op te halen. 380 reizigers zitten sinds vrijdag vast op het eiland. Hun vlucht naar Amsterdam liep steeds vertraging op. Eerst door technische problemen, daarna was er een bommelding en vervolgens liep de reparatie van het vliegtuig uit. De eerste nacht konden de passagiers nog terecht in hotels, daarna niet meer omdat ze toen vol zaten. Israël zou doelen hebben gebombardeerd in de buurt van Damascus. Volgens Syrië zijn er 2 luchtaanvallen uitgevoerd op het internationale vliegveld van Damascus en op een kleiner vliegveld.
Vanuit Israël is er tot nu toe geen officiële reactie. Bij eerdere luchtaanvallen waren meestal wapens en wapensystemen het doelwit die volgens Israël bestemd zouden zijn voor militanten van Hezbollah in Libanon. 6 mannen die jarenlang gevangen zaten op Guantanamo Bay gaan naar Uruguay. De mannen zaten vast omdat ze banden zouden hebben met terreurbeweging Al-Qaeda, maar ze zijn nooit aangeklaagd. Al sinds 2010 mochten ze weg, maar nu pas is er een plek voor ze gevonden. De president van Uruguay zegt de 6 te accepteren op humanitaire gronden. Het is voor het eerst dat een Zuid-Amerikaans land gevangenen opneemt van Guantanamo Bay. Geweld in Oost-Oekraïne. Bij gevechten zijn de afgelopen 24 uur daar zeker 8 doden gevallen. Er is een staakt het vuren, dat werd afgesproken in september, maar op heel veel plaatsen wordt gevochten. Pervomarsk in de buurt van Lugansk ligt al wekenlang onder vuur van het Oekraïnse leger. Het lijkt steeds meer op een spookstad. In de regio kwamen 5 mensen om het leven door hevige vuurgevechten en bombardementen. Overmorgen gaan de Oekraïnse regering en de pro-Russische rebellen in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, opnieuw een poging doen een staakt het vuren af te spreken om een einde te maken aan alle gevechten. Nu het volop winter is in het oosten van Oekraïne, worden de omstandigheden alleen maar moeilijker. Dat geldt voor de mensen die zijn gevlucht, maar ook voor de achterblijvers in het oorlogsgebied. De wereld draait door in Andriivka, maar de schijn bedriegt. Het oorlogsgeweld is nooit ver weg. Angst regeert. De frontlinie is maar een paar kilometer verderop. Zo'n 50 kilometer ten zuiden van Donetsk. En dit is frontgebied. Daar zitten de separatisten. Daar zit het Oekraïense leger. Het is hier rustig, maar die rust is bedrieglijk. Want als je hier de weg ziet, dan zie je dat de tanksporen heel vers zijn. Oekraïense strijdkrachten hebben zich diep ingegraven. We horen veel over Donetsk, soms over Lugansk. Maar ook hier in Granitnoye wordt het bestand van begin september dagelijks geschonden door beide partijen. Enkele tientallen kilometers verderop in Stepanovka woedde de oorlog al eerder in alle hevigheid. Pro-Russische milities verdreven Kiev-gezinde troepen. Een paar maanden later wordt er voorzichtig gewerkt aan herstel. Voor de meeste inwoners komt dat te laat, ze zijn gevlucht. De resterende dorpelingen zeven uit het puin stukjes kool om in ieder geval niet te bevriezen in wat er over is van hun schamele huizen. Er kwamen 12 mensen om het leven tijdens de gevechten in de zomer. 18 mensen raakten gewond. Stepanovka was niet het eerste dorp dat ten prooi viel aan de Oost-Oekraïnse oorlog. Het zal ook het laatste niet zijn. Gevreesd wordt voor een nieuw offensief van de rebellen. Met steun van de Russische troepen. De Oekraïners lijken niet sterk genoeg voor de aanval. Dorpelingen als die in Stepanovka kunnen niet veel meer doen dan afwachten en hopen dat de volgende slag aan hun dorp voorbij gaat. De vrachtauto's trouwens met wrakstukken van vlucht MH17 staan nu in Polen, vlakbij de grens met Duitsland. Omdat vrachtverkeer in Duitsland op zondag verboden is, kunnen ze vanavond pas weer gaan rijden. Het konvooi wordt morgen of overmorgen verwacht in Gilserijen. Nabestaanden van de slachtoffers kunnen daarbij aanwezig zijn. Ja, Marco, en dan het weer. Ja, we hadden te maken met een prachtige zonsopkomst, maar het verraadt meteen wat er aan komt, of het verraden wat er aan zou moeten komen. Morgen rood water in de sloten, dat hebben we gemerkt, want het heeft behoorlijk geregend. Op dit moment trekt er ook nog neerslag over ons land. De zwaarste regen is inmiddels naar Duitsland getrokken. Daar, in het Sauerland, valt het overigens al snel van, in de vorm van sneeuw. Daarachter zitten nog een paar buien, maar daarachter zitten opklaringen. En daar hebben we vannacht mee te maken. Dan gaat de temperatuur dalen tot bij het vriespunt, tussen 0 en 2 graden landinwaarts. En in de loop van de nacht zien we dan in het noordwesten van het land de buiigheid weer opleven. Daar kan onweer bij zitten en ook hagel. En die pittige buien trekken morgen ook over de rest van het land. Tussen de buien door felle opklaringen. Buiten de buien om 4 tot 6 graden. Maar in buien kan de temperatuur gevoelig dalen. De wind waait uit een westelijke richting en neemt in de loop van de dag langzaam iets af. Dan is dinsdag een droge dag met flinke zonnige periode en een graad of 6. Maar de dagen daarna is het gewoon weer wisselvallig. Geregeld regen, soms wat zon tussendoor en vooral ook van tijd tot tijd veel wind. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. 3/4 van alle gemeenten is niet van plan de naleving van de nieuwe vuurwerkregels grondig te controleren. Vuurwerk mag voortaan pas vanaf 6 uur 's avonds worden afgestoken op Oudejaarsdag.
Gemeenten zeggen dat ze niet genoeg politie hebben om dat te controleren. Om 10:00 aandacht voor Turkije, de zware verwijten in de richting van Nederland. Nieuwsuur onderzoekt in Ankara en Istanbul waar die emoties vandaan komen. Hoe Turkije ook de banden met de Turken in het buitenland blijft aanhalen. Om 10:00 op 2. Ik wens u een mooie avond.